Ik ontvang het licht van Brigitte Kramer. Dankjewel daarvoor. Mijn naam is Helene Boots en het afgelopen jaar heb ik als triagist gewerkt in het medisch team Bocht 16. Op de koersdag zelf, maar ook in de dagen voorafgaand aan de koersdag op de medische post in Palais des Sports. Als triagist ben je eigenlijk de eerste die iedereen ziet op de post en waar ook iedereen zich bij meldt. Je beoordeelt, je bekijkt, hoort wat er aan de hand is en vervolgens zoek ik dan uit of iemand het beste door de arts of de fysiotherapeut, de sportmasseur, de verpleegkundige of de osteopaat of de chiropractor behandeld kan worden. Ook voor ons medisch team begon afgelopen jaar onze koersdag al heel erg vroeg. Om 3 uur 's nachts werden wij in bocht 16 gedropt en moesten wij onze medische post helemaal opbouwen en inrichten. En pas ergens in de loop van de avond eindigde voor ons ook onze drukke werkdag. Als triagist op de koersdag spreek ik eigenlijk iedereen aan die zich meldt op de post. Daarbij hoor ik natuurlijk waar mensen last van hebben, maar misschien nog wel belangrijker, ik kijk ook hoe mensen eruit zien, hoe ze uit hun ogen kijken. Hoe hun gelaatskleur is en of ze ook nog enigszins redelijk van hun fiets afstappen. Maar in de loop van de dag neemt natuurlijk ook bij iedereen de vermoeidheid toe en de deelnemers zijn daardoor vaak ook veel emotioneler in de loop van de dag. En ook zij melden zich op de post. En soms zitten mensen er helemaal doorheen en is een arm om ze heen slaan al genoeg. En soms willen mensen ook gewoon eventjes hun verhaal kwijt. Zelf ben ik 2 jaar geleden voor het eerst naar de Alpe d'Huez gegaan met vrienden van mij. En in die week heb ik toen heel veel vrijwilligerswerk gedaan samen met mijn dochter. Ik raakte toen in die week ontzettend geraakt door de enorme, bijzondere energie die er hangt in de hele Alpe d'Huez week. Iedereen is daar met een missie en met een doel. En of je nou loopt, of hardloopt, of fietst, of als vrijwilliger daar aan het werk bent, iedereen heeft hetzelfde doel. Dit jaar ga ik sowieso weer mee naar de Alpe d'Huez. In het medisch team, bocht 16 en weer als triagist. Breng nu samen met mij dit lichtje, bocht voor bocht, met een mooie donatie omhoog naar de top van de Alpe d'Huez. En ik geef nu mijn lichtje door aan Ron van der Laan.